Jij bent een van de artsen die ervoor kiest om euthanasie ook uit te voeren. Als arts hoef je zoiets niet te doen. Wat maakt dat jij zegt, daar werk ik aan mee? Ja, dat is eigenlijk al toen ik was opgeleid tot dokter, dat ik zag dat als een patiënt echt ontzettend diep lijdt, dan wil ik zorgen dat lijden bestreden wordt met alle mogelijkheden die ik heb. En soms is dat door middel van zelf kiezen om waardig te mogen sterven. Als arts hoef je niet per se zo'n verzoek in te willigen. Wat maakte dat jij daar wel voor koos? Toen ik direct na mijn afstuderen 1,5 jaar in een ziekenhuis werkte, heb ik een keertje een terminale fase van een patiënt meegemaakt met maagkanker, die totaal uitgeteerd was. En ik herinner me nog hoe die zei, moet je nou zien, er is niks meer van mij over. En moet ik nou nog wachten tot dat laatste weggeteerd is? En toen was de euthanasie niet mogelijk. En dat heeft me werkelijk de overtuiging gegeven dat euthanasie de enige redelijke mogelijkheid is om uit het leven te stappen voordat het lijden enorme omvang aanneemt. In jouw werkzame carrière heb jij ook euthanasie uitgevoerd? Kan je de eerste keer nog herinneren? De eerste keer was een man met COPD, met longfalen. Ik vond ook dat er ondraaglijk lijden was. Hij was echt benauwd, ook 's nachts. En toen zei hij, ik vind het goed geweest. Ik vond het heel spannend, want je maakt iemand dood. Zo voelde ik dat ook, zo ervaarde ik dat ook. En ik heb de dag na dat gesprek en de dag na de komst van scanners ben ik nog een keer bij hem langs gegaan. Want ik twijfelde. Ik twijfelde vooral aan mezelf. Van, moet ik wel doen? Kan ik dit wel? Die onzekerheid bij mij heb ik benoemd met hem. En eigenlijk zag ik in zijn ogen waarom ik door moest gaan hiermee. En toen heb ik het een dag later ook gedaan. Kan je de allereerste keer nog herinneren dat jij euthanasie uitvoerde? Ja, dat was een patiënt in het verpleeghuis die een herseninfarct had doorgemaakt. Ja, die eigenlijk zo zorgbehoevend was geworden. Ja, dat hij op geen enkele manier zijn eigen leven meer kon voortzetten. Ja, in zo'n situatie heb ik in verschillende gesprekken met die patiënt ja, echt onderzocht van, is dit wat je echt wil? En kunnen we toch niet andere oplossingen vinden? En ja, het was eigenlijk heel duidelijk dat die man zo leed onder zijn situatie. Dat ik zelf ook het gevoel had van, ja, ik begrijp het. Ik snap jouw lijden, ik snap dat je dit niet wil. Als iemand jou vraagt om euthanasie uit te voeren, wat maakt dan dat jij zegt, oké, daar ben ik toe bereid? De keer dat me dat gebeurd is, ben ik met die persoon meegegroeid. En daar hebben we samen afgesproken dat we elke maand een gesprek daarover zouden voeren om te kijken wanneer het moment daar was. En zij legde me uit dat ze merkte dat haar gedrag problematisch begon te worden. Ze begon agressieaanvallen te krijgen. Ze begon wegloopgedrag te krijgen. En ze kon haar situatie niet meer aan. En dat begreep ik ook. Daar was ik meegegroeid met haar. En was ik bereid om de euthanasie uit te voeren. En dat was dan het moment voor jou dat jij kon zeggen, oké, hier is sprake van ondraaglijk lijden. Ja, ik zag het op de een of andere manier. Omdat ik me echt goed in haar kon verplaatsen. Dat ik dacht van, oké, ja, je kan nu nog zo weinig de dingen waarvan je voorheen genoot in het leven waar jij energie en kracht uithaalde, dat was er toen niet meer. En dat, ja, dat was voor mij echt het moment dat ik dacht van ja, nu is dat, ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja, er zijn altijd hele intensieve, langdurige trajecten met gesprekken, met lezen van dossiers, met overleg met betrokken behandelaren. Maar ook vooral heel veel zelf kijken, zelf voelen, zelf spreken met de patiënt. En dat ook kijken of er gewoon geen andere reële oplossingen zijn. Sterker nog, de meeste gesprekken die ik heb gehad met patiënten over een euthanasievraag, die eindigen eigenlijk altijd met geruststelling en uitleg. En dan verdwijnt heel vaak die vraag naar de achtergrond. Heb je wel eens een euthanasie geweigerd? Ja, een man die, nou, hoger opgeleide man, heeft hoge functies bekleed in zijn werkzame leven, was gewoon gezond. Maar iedere keer kwam hij praten met mij over de pil van Drion. Want die wilde hij. En ik zei van ja, ik heb geen legale routes om jou daarmee te helpen. En op een gegeven moment
bleek hij prostaatkanker te hebben. En toen dacht ik, nou, nu gaan we natuurlijk krijgen dat hij komt met de vraag. Kom erop met je mannen, met je spullen. Nou, dat kwam dus niet. Nou, hij heeft uiteindelijk zo lang gewacht dat we op een gegeven moment alleen maar een beetje morfine hoefde te geven om zijn pijn een beetje te verzachten. En toen overleed hij. Ja, ik heb één keer een patiënt gehad. Die was heel erg diep dement en heel, heel erg ver in zijn dementie. En die had geen euthanasieverzoek. En de familie kwam op een dag naar mij toe met de mededeling van dit kan zo niet meer. We willen dat hij euthanasie krijgt. En daar heb ik gezegd van dat kan niet. Want hij heeft geen schriftelijke wilsverklaring. Hij heeft nooit aangegeven dat hij euthanasie had gewild. En een mantelzorger, wat voor volmachten die ook heeft, heeft nooit de bevoegdheid om euthanasie te vragen. En toen zijn we natuurlijk zo verder gegaan dat we afgesproken hebben hoe we dan een palliatief traject konden ingaan. Maar je krijgt soms van bijvoorbeeld een patiënt die diep aan dementie leidt en een heel moeizaam lijdenstraject naar de dood meemaakt, krijg je van de familie soms als vraag van, ja, maar dokter, kun je hier nou niks aan doen? Ook vaak met vergelijking als, weet je, mijn hond laat ik ook niet zo lijden. Beantwoord ik altijd van, ja, maar weet je, dit is een mensenleven, het is kostbaar. En hier kan ik niet zomaar het leven gaan beëindigen, omdat er lijden is. Als een patiënt daar zelf helemaal niet om vraagt. Wanneer je dan daadwerkelijk besluit, oké, euthanasie is hier gerechtvaardigd, dan prik je een datum? Dan prik je eerst een afspraak met de scanarts. Want de scanarts is voor mij heel belangrijk. Ik ben zelf scanarts geweest. En ik vind de scanarts een belangrijke persoon die op een gegeven moment jou helpt om te checken of je het echt goed ziet. Je start uit dat traject en op een gegeven moment neem je de beslissing van, nou, we gaan dit doen. En als je die beslissing hebt genomen, dan komt er nog een scanarts. Want die roep je in consult. En dan doe je de euthanasie. Maar die tijd daartussen, die is heel kort eigenlijk. Dus ik vind het dan wel heel erg fijn om die patiënt dagelijks te zien eigenlijk. En die patiënt ook heel duidelijk te maken van, nou, wat er gaat gebeuren en wat we gaan doen. En ook de familie of andere naasten daarin mee te nemen. Dat vind ik eigenlijk altijd een van de wezenlijke dingen. Dat je familie erbij betrekt. En niet zozeer dat familie wel of niet toestemming moet geven. Want die positie hebben ze niet. Maar ik vind als ik een patiënt help om te sterven, dan vind ik dat in mijn optiek, als je sterft, hè, dat je ook afscheid neemt van het leven, maar ook van de dierbaren, dan vind ik dat die daarbij horen. En dat je daar ook toe moet verhouden. En dan vaak de dag voor de euthanasie neem ik al afscheid van de patiënt. Dus ga ik bij de patiënt langs en dan, ja, dan geef ik ook van tevoren aan al van, nou, ik kom morgen langs en dan is om afscheid te nemen. Want de keer daarna dat ik bij u kom, dat is op een bepaald tijdstip, hè, want dat spreek je af, kom ik voor de euthanasie. En dan wil ik heel graag dat het allemaal klaar is voor die handeling. Want het is voor mij ook spannend. Ik wil dat het goed gaat. Ik neem vaak een collega mee en ik wil me daar volledig op kunnen focussen. Het is best wel secuur werken. Je hebt een hele batterij injectiespuiten naast je liggen. Die moeten allemaal in de goede volgorde. Dat mag je absoluut niet in vergissen. En dat bereid ik samen met een assistent voor. En die reikt mij met de middelen aan. En we noemen even de naam van het middel dat erin zit. En ja, ik vind dat prettig. Ik vind dat prettig om daar ondersteuning in te hebben. Om iemand te hebben die mijn handelen nog even checkt. En mocht er onverhoopt iets misgaan, dan heb je altijd een reserveset bij je. Maar dan ben je toch wel dusdanig gespannen dat het fijn is als je samen bent. En ja, dat is mij gelukkig nog nooit overkomen. Maar het kan natuurlijk altijd. En ja, dat sterkt mij wel. Het maakt mij gewoon rustiger. Ja, want je zit er natuurlijk wel gewoon met. Ja, ja, echt? Zit je er letterlijk met trillende handen? Nou, ik zit niet zo bevend, maar je bent wel gewoon erg gespannen. En, ja. Je wil gewoon dat het goed gaat en dat er niks fout gaat. Ja. En ik zorg dat ik een blik heb bijvoorbeeld op een slagader die ik zie pulseren. Ik zorg dat ik steeds kop bij de hand heb. En zo nu dan voel ik misschien een keertje de pols. En op een gegeven moment heb ik de indruk dat iemand overleden is. Dan check ik of dat zo is. En
dan maak ik bekend dat ik de dood heb vastgesteld. En condoleer ik. En dat is voor een dokter echt wel heel bizar, moet ik zeggen. Ik denk voor ieder mens dat je iets doet waardoor iemand sterft. Dat is heel heftig. Ik heb diepe waardering voor huisartsen die dat doen, want ik vind het heel erg lastig, een euthanasie. En dat komt vooral door de relatie tussen iets wat ik doe en het sterven daarna. Heb je wel eens gehad dat je heel heftig reageerde op nadat je euthanasie had uitgevoerd, emotioneel ja. dan? Hè? Ja, zeker. We hebben een keer een jonge patiënt gehad van 39 jaar. Die uitgezaaide alvleesklierkanker had. En de twee kleine kinderen, jonge kinderen nog. En toen hij overleden was, ging ik naar huis. En thuis aangekomen, viel ik mijn echtgenote in de armen en barst ik in tranen uit. En als ik dat nu vertel, heb ik nog steeds... merk ik emotioneel moeite mee. Dat was heftig. Het kost heel veel energie. Het maakt me heel erg doordrongen van het feit dat ik een leven beëindig. Maar aan de andere kant is het ook trots dat ik een patiënt kan helpen in zo'n keus, zo'n moeilijke keus. Dat is ook wat ik heel vaak meemaak in een traject vlak voordat de euthanasie wordt uitgevoerd, is dat patiënten en vaak familie heel dankbaar is dat je ze wil helpen in zo'n moeilijke weg naar een einde toe.